Het is woensdag 30 oktober. Dit is Drenthe Nu. Met vanavond zorgen om ongelukken met e-bikes en fatbikes. Vrouw uit Schonebeek omgekomen bij steekpartij in Hardenberg. Hogere dwangsom voor COA om situatie aanmeldcentrum Trapel. En het was een wisselende herfstdag met vanochtend wat gemiezen, maar vanmiddag ook her en der wat zon. Waarbij de temperatuur opliep tot maximaal 14 graden. Ook waren er mooie wolkenvelden, zoals te zien op deze foto uit de Onlanden. Gemaakt door Lineke Huizing. Ellie vertelt straks hoe het weer er de rest van de week uitziet. Goedenavond. In één week kwamen bijna 100 bestuurders van een fatbike in het ziekenhuis terecht na een ongeluk. Dat blijkt uit cijfers van alle spoedeisende hulpen in Nederland. Slechts één daarvan kwam uit Drenthe. Toch maken ook hier artsen zich zorgen. De fatbike is enorm in opkomst. In een paar jaar tijd verovert de kleine, vaak zwarte elektrische fiets het straatbeeld. Daarmee loopt ook het aantal ongelukken op. Maar hoeveel was onduidelijk. Vandaar dat alle spoedeisende hulpen een week lang bijhielden hoeveel fatbikers en elektrische fietsers binnenkwamen. Versnelde fietsen, vaker letsel is eigenlijk wat we zien. Ja, precies. En dan is het ook nog eens een keer, als er een fatbike is, dan is het letsel zwaarder. Klopt, ja. Veruit de meeste slachtoffers vielen in het westen van het land. In Drenthe kwam één iemand binnen na een ongeluk met een fatbike. In dezelfde week kwamen hier 15 mensen binnen na een ongeluk met een gewone elektrische fiets. Maar het letsel is dus wel anders. Wat we bij deze groep ook nog meer zien in verhouding tot de andere e-bikes en de normale fiets, is dat er vaker letsel is van de inwendige organen, van de buik. En dat we deze groep vaker opnemen. En dat geeft een soort aanwijzing dat het de letsel ook ernstiger is. Hoewel de cijfers hier dus meevallen, doet deze arts wel een oproep voor maatregelen. Omdat de algemene cijfers laten zien dat het vaak jonge bestuurders zijn die een ongeluk krijgen. De hersenen zijn gewoon nog niet goed ontwikkeld. En waardoor je ernstige letsel kunt krijgen, dus kans hebt op ernstige ongevallen. Dus die grens van 16 zou eigenlijk heel mooi zijn voor de fatbike. Bij een steekpartij in Hardenberg is gisteravond een vrouw uit Schonebeek omgekomen. De verdachte is haar ex-partner, die naar verluid niet kon verkroppen dat ze de relatie had beëindigd. Ook hij komt uit Schonebeek. Hij zou haar de afgelopen tijd veelvuldig hebben lastiggevallen. De steekpartij gebeurde voor een kinderopvang in Hardenberg. De verdachte raakte zelf ook gewond, omdat hij zichzelf meerdere keren in zijn buik stak toen het hem niet lukte om te vluchten. Tibor Del Grosso uit Eelde maakt de overstap van de belofte naar de profs bij zijn wielerploeg Alpecin De Koning. Vanaf 1 januari is hij officieel teamgenoot van grootheden als Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen. Daarmee ziet de Drent zijn goede resultaten van het afgelopen jaar beloond worden. Vorige week werd de Eeldenaar nog uitgeroepen tot renner van de toekomst tijdens het jaarlijkse wielergala. De 21-jarige fietser werd afgelopen seizoen wereldkampioen veldrijden bij de belofte en Nederlands kampioen op de weg bij de belofte. Elke dag dat er meer dan 2000 asielzoekers in Ter Apel zijn, moet het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de gemeente Westerwolde 50.000 euro betalen. Dat heeft de rechter in Groningen vanmiddag besloten. De boete kan oplopen tot in totaal 5 miljoen euro. In Ter Apel verblijven structureel meer asielzoekers dan is afgesproken. Dat mogen er maximaal 2000 zijn. Afgelopen maandag waren dat er nog ruim 2100. De gemeente Westerwolde stapte daarom naar de rechter om dat te verbieden en is dus in het gelijk gesteld. We zijn gegaan voor een duidelijke uitspraak van de rechter. Die hebben we gekregen, meer dan duidelijk. En daar zijn we uiteraard heel blij mee. Maar dat incasseren we eigenlijk wel direct. En we gaan direct over naar van ja, het COA moet nu wel gaan leveren. En niet alleen het COA, maar ook in het verlengde de minister. Het COA telt 's nachts het aantal asielzoekers. Dan zijn er namelijk minder mensen aanwezig dan overdag. Dat mag niet meer van de rechter. Ook vindt de rechter dat het COA meer had moeten doen om opvangplekken te creëren. Ja, het is wel een teleurstelling, deze uitspraak. Omdat we het gevoel hebben dat er wat weinig recht gedaan wordt aan al onze inspanningen en de afhankelijkheden die we daarbij hebben van andere partijen. Het COA krijgt het werkelijk van alle kanten om de oren. Ja, zo voelen we dat ook. En ondertussen gaan we moedig voorwaarts. En zetten we ons met hart en ziel in om wel voldoende plek te creëren voor iedereen die er recht op heeft. Het is niet de eerste keer dat het COA een dwangsom opgelegd krijgt. Aan het begin van dit jaar moest de opvangorganisatie 15.000 euro per dag betalen. Met een maximum van 1,5 miljoen euro. Dat geld is inmiddels overgemaakt. De nieuwe dwangsom gaat over 2 weken in. En de keuze zal dan zijn, ja, of we gaan weer betalen. Hè, dus dan kiezen we in feite voor
de mens en zorgen dat mensen niet op het gras liggen. Of we gaan toch de poort sluiten. Het klinkt nog niet echt overtuigend. Ja, ik kan niet meer zeggen dan dit. Het wordt dus moeilijk. Kortom, daar moet de Raad wel rekening mee houden. Het wordt zeker moeilijk. Ja, als het makkelijk was, hadden we het al lang gedaan. Aan de dwangsom zit een maximum van 5 miljoen euro. Om dat te halen zouden er op 100 dagen meer dan 2000 asielzoekers in Ter Apel moeten verblijven. 33 jaar zat Casper Kloos in de gemeenteraad van Tinalo. Komende week neemt hij afscheid. Daarmee komt er een einde aan een politiek tijdperk. Op een gegeven moment moet er toch een einde zijn. Maar ik denk dat iedereen over 14 dagen misschien zegt van Kloos, wie is dat? Dat zal meevallen. De 77-jarige inwoner van Vries heeft namelijk zijn stempel gedrukt op de politiek in de gemeente Tinalo. In 1991 kwam hij, vrijwel uit het niets, met 2 zetels in de raad van de toenmalige gemeente Vries. Ik was gelijk al oppositie in die zin. Hè? Dus een oppositie, dat ligt me wel. Dus, kijk, ik kan een hoop dingen leren. Hè? Maar ik voelde me echt als een volksvertegenwoordiger. Ik vind politiek helemaal niet leuk. Dat is nog. Ik heb niks met politiek. Dat klinkt heel gek. Ik zit er 33 jaar in, maar ik heb er niks mee. Ik ben nog altijd Puurjan volksvertegenwoordiger. En dat is iets anders dan dat je daar dus in het gemeentehuis zit, in de raad, op het plus. Voor eigen belang. Kijk, dan heb ik een broertje dood aan. Voor Kloos is het moment nu daar om de voorzittershamer van zijn leefbaar Tinalo over te dragen. Maar ook dus de tijd om te stoppen als raadslid. Iets dat hij ook in 2022 had kunnen doen toen zijn gezondheid hem flink in de steek liet. Ik had toen gemakkelijk, hè, omdat ik ziek was en dan kon je zeggen, nou, ik stap terug. Maar hij dacht van, dat ligt niet bij mij. Ik wil via de voordeur. Je moet wel een incasseringsvermogen hebben. Zeker de functie op de manier waar ik het gedaan heb. Het is niet altijd even netjes, laat ik het maar zo zeggen. Dus je was af en toe even echt dat die knots, die kwam wel even uit die hoek. En die sloegen we er wel even in. Kloos heeft de politiek door de jaren heen zien veranderen. In de tijd van de oude gemeente Vries, zeg maar, hè, waar we met 11 raadsleden, moet ik zeggen dat het daar toch wel op een of andere manier menselijker was. Dus op een gegeven moment kon je in de raad nog hartstikke fel op elkaar afgeven en iedereen de wacht aanzetten. En het was afgelopen. En daarna gingen we naar Jans Druppie, dat was de kroeg naast het oude gemeentehuis. En daar namen we nog even een neutje. En dan praten we nog eventjes over bepaalde zaken wat jou of mij niet zinde. En dat werd uitgepraat. En daar gingen we met een borrel gingen we weer naar huis. Kloos concludeert dat de politiek in Tinalo onverdraagzamer is geworden. Hij ondervindt dat ook als zijn schoonzoon, wethouder Jurrit Vellinga, afgelopen zomer een motie van wantrouwen voor de kiezer krijgt. Als je nou een treurnis had gedaan of wat dan ook, nou ja, dan had ik een beetje over gegniffeld en denk ik, nou, gele kaart en dat. Maar wantrouwen, als één binnen de coalitie dus niet aanwezig was geweest, was hij afgewezen. En waarom? Vertel het maar. Is dat dan ook een reden om te vertrekken of staat dat er los van? Nee, dat zou heel slecht zijn als dat zo was. Hè? Dus nee, dat heeft er niks mee te maken. Voor de politicus die niet van politiek houdt, zit het er straks echt op. Over 30, 50 jaar, als ik al lang niet meer ben, dan zal leefbaar Tinalo er altijd nog zijn. Hè? Dus in die zin, zo moet je dat zien. Maar aan de andere kant denk ik van, het bevrijdingsgevoel. Het gaat waarschijnlijk toch wel weer jeuken ergens. Nou, en ik zal dus iedereen waarschuwen, maak er geen rommeltje van, maar dan dwingen jullie mij ook nog om weer om terug te komen. Hè? Dus in andere hoedanigheid. Ja. Het Egelhuis in Hollandse Veld krijgt een steuntje in de rug van de gemeente Hogeveen. De komende jaren krijgt het opvanghuis voor egels 1500 euro subsidie om dierenartskosten te betalen. In de opvang worden gewonde en zieke egels weer opgelapt. Zodra ze gezond zijn, gaan ze de natuur weer in. Het gaat niet goed met de egels en daarom staan ze sinds kort op de lijst van bijna bedreigde diersoorten. De organisatie doet alles vrijwillig en is afhankelijk van giften en donaties. Maar de kosten lopen op. De subsidie is daarom van groot belang, al dus het Egelhuis. Bouke gaat weer optreden. De zanger uit Emmen is hersteld van zijn ernstige buik- en darmklachten. Vrijdag staat hij op de planken in Veldhoven. Het management van de zanger laat weten dat Bouke voldoende hersteld is en ernaar uitkijkt om zijn fans weer te ontmoeten.
De Elvis uit Emmen werd begin september opgenomen in het ziekenhuis. De oorzaak van de klachten is niet bekend. De 43-jarige zanger brak vorig jaar door toen hij het SBS6-programma The Tribute Battle of the Bands won. Voetbalster Vivianne Miedema uit Hoogeveen heeft een succesvolle operatie ondergaan aan haar linkerknie. Dat meldt haar werkgever Manchester City op de website van de club. Miedema begint nu aan haar herstel. Het is niet duidelijk wanneer ze haar rentree op het voetbalveld maakt. Begin oktober speelde de spits haar laatste wedstrijd in het Champions League-duel tegen de vrouwen van Barcelona. Miedema raakte daarna geblesseerd. De schaapskudde Het Stroomdal luidt de noodklok. Het wordt namelijk hoog tijd dat er een fatsoenlijke schaapskooi komt, vinden de herders. Ellie ging op jak bij de schapen. Arbeidsomstandigheden van de herder, goede plek om af te lammeren. Maar ook bescherming tegen de wolf. Renier, er is een kooi, maar die is wel idimini. Die is 60 vierkante meter. Was bedoeld voor de kudde waar we ooit mee begonnen. Een kleine 100 schapen. Maar het gebied is zo uitgebreid dat we nu al makkelijk op 250 schapen en 40 heidekoeien zitten. De woningmarkt is doorgedraaid. Dat komt onder meer omdat ouderen vaak in een te groot huis blijven wonen. Maar kleinere huizen zijn nauwelijks beschikbaar. En de overstap van een vrijstaand huis naar een appartement is lang niet altijd makkelijk. Als je je lichamelijk toch voelt van, nou, het gaat niet meer, dan gaat op een gegeven moment die knap te hoog. Verhuizen van hier naar hier. Dat is wat de familie Ottens eind dit jaar gaat doen. Maar het heeft jaren geduurd voordat de knoop werd doorgehakt. Dit huis heeft hij gebouwd, hebben we samen hier gezet. We hebben hier 52 jaar gewoond. Je verlaat zo'n plekje maar niet zo. Het is allemaal je eigen. Nou, dan heb ik een appel- en perenboom. Dat in zoverre dat is gewoon een beetje ontspanning geweest. Ja. Maar dat vergt snel zoveel tijd in elk geval. Je bent er dagen bezig in elk geval om het spul allemaal te onderhouden. Het is meer dan huisvesting. Hè. Het is ook je hele sociale hebben en houden. Mensen ervaren het toch wel als een stapje terug. Terwijl dat natuurlijk pertinent zo is. Maar het gaat om veel meer. Het gaat om een hele grote beleving. Kunnen al mijn meubelen er nog wel in? Toch iets achterlaten wat je hebt opgebouwd? Nee, er komt echt heel veel bij kijken. Ik ga naar mijn onkruid winnen. Ik mag ook graag vissen. Nou, en daar komt nou ruimte voor. Er komt meer tijd vrij om leuke dingen te doen. Maar één ding gaat het duo wel missen. Ons balkon, ons uitzicht. Dat is al een stapje van dat je niet meer naar buiten kunt lopen. Ja, op balkon, maar verder niet. Maar ik heb zo'n idee, dat staat ook wel weer wens. Een paar bloemetjes eraan hangen, je kunt er wat van maken, maar je moet er ook wat van maken straks. Uiteindelijk is een appartement voor een oudere wel een ideale woonomgeving, ook sociaal gezien. Je hebt straks ook wel het gevoel dat je niet in een bejaardenhuis zit, of in een huis waar alleen maar... Maar ook omheen, want ik heb hier wel al kinderen zien lopen, je hoort er wel bij. Herfstvakantie in Drenthe. En dan hier, in de Zeegse Duin, een prachtige wandeling maken. Wat wil je nou nog meer? Vanavond is het bewolkt en windstil. Later in de nacht dan kloort het wat op, maar dan komt er ook mist. Het wordt een graad of 8. De donderdag die begint mistig en bewolkt. In de loop van de dag kloort het toch wel wat op, kan de zon er ook af en toe bij komen en wordt het een graad of 15. Dan kijken we nog even naar de vooruitzichten. De vrijdag is een bewolkte dag en aan het einde van de dag kan er ook nog een spatje regen van. Het wordt dan graad of 15, maar de dagen erop wordt het een stuk kolder. Zaterdag en zondag wel mooie, rustige herfstdagen. Fris, met 10 graden, af en toe een zonnigie. En in opletten, s'nachts kan het af en toe mistig winnen. Tot na de mal. Dit was Drenthe Nu. Meer nieuws op de app en de site rtvdrenthe.nl. Daar lees je bijvoorbeeld over pompoenboer Gerben Germs op Erica. Hij geeft tips om je Halloween pompoen zo lang mogelijk mooi te houden. Voor nu nog een fijne avond en heel graag tot morgen.